Na mijn inziens zijn die tarieven met ongeveer 400% verhoogd. Dat heb ik zelf kunnen uitrafelen als het ware. Mijn abonnement kostte bijvoorbeeld 8,75 zonder OB. En nu betaal ik abonnementkosten 31,30 zonder OB. Dus ik ben alles gaan uitpluizen en wat blijkt, dat hun impuls, een impuls is eigenlijk een elektronisch begrip. Impulstarieven zijn bij hun ook verhoogd van $0.075 naar $0.03. En daarna zijn die eigenlijk die unificatiekoers gekomen. Dus hun abonnementkosten zijn verhoogd van $1.25 naar $2.19. En daarna zijn die unificatiekoers gekomen. Hun impuls zijn ook verhoogd van $0.075 naar $0.03. En als je alles uitrekent, kom je op een verhoging van 400%. Dus eigenlijk is het niet met 2 maal verhoogd ongeveer, met 4 maal verhoogd. Want omdat hun dollarprijzen ook met 2 maal zijn verhoogd. En dat is eigenlijk door Tullusie niet in de media gebracht. Dus dit heb ik zelf onderzocht aan de hand van mijn account. En dan ben ik het gaan berekenen. En na verificatie bij Tullusie bleek dat dit waar is. Dus dit moet men nu gaan bevestigen of hoe dat eigenlijk gekomen is. 400% is te veel. En 2, ik vind dat Tullusie eerlijk voor de dag moest komen. En dat niet gooien alleen dat met unificatiekoers te maken. En zeggen, kijk, wij hebben onze tarieven ook in dollars verhoogd. Weet je, dat zou eerlijk zijn en niet met andere dingen komen dat er aan die unificatiekoers is geweest. Dus ze zijn oneerlijk geweest. Ze hebben wel in de media gehoord dat ze eerlijk zijn geweest dat de internettarieven, dat ze daar een koers van 12,50 hanteren. Konden ze ook zeggen, kijk, we hebben ook dit gedaan. Maar dat gedeelte hebben ze niet gezegd. Ze zijn dus niet eerlijk voor de dag gekomen. Want bij internettarieven is het inderdaad zo dat ze een koers van 12,50 hanteren. Dat is wel waar. Maar waarom hebben ze het andere gedeelte achtergehouden, die informatie? Want iedereen praat over de verhoging, maar niemand weet eigenlijk precies wat er is gebeurd. Alleen Tullusie kan dit bevestigen dat dit wel waar is. Want ik heb een account bij Tullusie en ik heb een uitdraai gemaakt. En dit is gewoon op hardpitch dat het zo is. Dus deze tarieven moeten teruggedraaid worden. In elk geval, die dollarprijzen moeten teruggedraaid worden. Want kijk, er is een RVC daar. Weet de RVC het ook niet dat dit is gebeurd? Moet een burger dit ontdekken dat dit is gebeurd? Dat men gewoon informatie achterhoudt. En men heeft in één klap dit gedaan alsof men het niet zou weten. De burger zou het niet weten.